welkom bij Topnames. De gast is Rutger van Zuidam. Rutger, je bent eerder te gast geweest. Toen spraken we over Bitcoin. Dat onderwerp laten we vandaag rusten. Vandaag hebben we het over, ja, ik zeg Sananga, maar jij zegt misschien wel Sananga. Nee, Sananga is goed hoor. Ja, 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 ik denk dat iedereen ter wereld het anders kan uitspreken. Maar iedereen ter wereld kan het wel uitspreken. Dus ja, Sananga, dat is het. En wat is Sananga? Nou ja, Sananga is een e-commerce content netwerk. Wat wij hebben gedaan is eigenlijk een embeddable webshop gemaakt. Een micro-webshop. En je kan shoppen in een banner. Ze hebben gezegd, die banner die kan eigenlijk te weinig. Je kan eigenlijk alleen maar op klikken, als je al wilt klikken. Als die al relevant is. Dus ik zou eigenlijk de vraag willen stellen, heb je wel eens wat gekocht in een banner? Ik nog nooit. Nee. Nee. Maar voordat we verder gaan. In mijn Gmail stond HansKazan.nl reclame. Ik kon Hans Kazan boeken afspreken. Oh ja? Ja, ja, bijna gedaan. Nee, maar Sananga is ook een stadje in West-Zambia. Helemaal tegen de grens met Angola aan. Bijna rivier. Ik ben daar vaak geweest, aan de Zambezi. Je bent er gewoon geweest. Daar vaart een heel gammel pontje. Ik heb 5 jaar in Zambia gewoond. In die hoek van Zambia, in de hoek Namibia, Angola. En wij reden altijd via Sananga naar Mongo om boodschappen te doen. Nou, dat is helemaal fantastisch. Hoe is het daar? Ja, waanzinnig. Ja? Ja, maar echt, het is een droom van ons om natuurlijk daar naartoe te gaan. Ik kan je alle foto's en video's laten zien. Het is een van de armste provincies ter wereld. De top 4 van armste landen. Maar qua natuur en mensen, ja, echt een hele bijzondere uithoek van de wereld. Dus ik vroeg me vooral af, waarom heet jullie bedrijf Sananga? Nou, wij kwamen daarachter toen we het al zo hadden genoemd. Oké. Is natuurlijk ook Sanang? Precies, daar komt het vandaan. Okay. Als het gaat om geld verdienen op internet, dan vinden wij dat eigenlijk niet Sanang. Ja. Banners zijn, vinden wij niet Sanang. Irriteren? Ja. Vaak wel. Niet relevant. En achtervolgen je. En ja, als iemand anders op je computer heeft gezeten, dan zie je ook nog eens, ja, als die naar een bepaalde webshop heeft gegaan, achtervolgt die producten je nog weken, zo niet maanden. Of je hebt iets gekocht en dan word je door hetzelfde product alsnog achtervolgd. Ja, moet je je cookies weer weggooien. Precies. Ja. Nou, het is cookies, het is big data, het is real-time bidding. Het is eigenlijk gewoon een hele grote black box aan data aan het worden. Waar natuurlijk hele slimme koppen mee bezig zijn. Maar wij zien niet dat de relevantie en het gebruiksgemak voor de eindgebruiker, voor de consument, toeneemt. Nou, en wij hebben een andere route gekozen. En het uitgangspunt is dat iedereen daar, inclusief de mensen die ook daar geld aan willen verdienen, de Sananga van worden. En toen hebben we daar een beetje een kreet van gemaakt. Gewoon een ader achter gezet. Sananga. En was het domein moest nog beschikbaar zijn natuurlijk? Ja, dat soort dingen heb je altijd. Maar toen is het dus .net geworden. .com die is er nog niet in bezit. Maar .net, daar voeren we nu ons ding op. Ja. Hey, dus eventjes, je kan denk ik zo direct iets van laten zien. Mm-hmm. Maar als ik het goed begrepen heb, jullie bieden mij, stel ik heb een weblog, bieden mij de mogelijkheid aan om eenvoudig een aantal producten aan te bieden. Hè, in een embeddable shop, zoals jij die noemt. Ja. En ik kan dan zoeken in bijvoorbeeld bol.com of andere winkels. Ja. Ik kan de producten die daarin zitten, kan ik aanbieden. Ja. Klik, en als ik ze verkoop, krijg ik er een percentage van. Dan krijgen jullie een percentage. Precies. Ja, jij krijgt 70% van de commissie. Ja. Die commissie die loopt van minimaal 5 tot soms wel 30-40%. En op die manier kan iedereen eraan verdienen. Terwijl de consument er wel vrolijk van wordt. Ja. We hebben in de uitzending, want ik vroeg me even af hoe het werkt. We hebben hier in de uitzending van bol.com destijds aandacht besteed aan hun API. En hoe ze dit soort dingen mogelijk wilden maken. Ik neem aan dat jullie voor wat jullie bieden afhankelijk zijn van bedrijven die een API bieden op hun assortiment? Nou ja, niet per se. Wij hebben zelf ook een API natuurlijk. En als je bijvoorbeeld kijkt naar e-commerce platforms zoals Demandware, Magento, WooCommerce, Shopify, ja, dan kun je daar eigenlijk allemaal prima extensies op ontwikkelen. En op die manier prikken wij in op de e-commerce platforms. Dus naast dat wij natuurlijk een product feed krijgen, dus een kopie van de producten database, schieten wij ook de orders en de transacties weer terug. Ja. Het idee is, zo werkt dat bij al die bedrijven, voor wie je dat niet weet. Op het moment dat jij uit die feeds of uit een API producten verkoopt bij hun, krijg je een commissie. Ja. Jullie model is dat je 70% van die commissie teruggeeft aan
De blogger of de blogger publisher. Of de, ja, degene die jullie shopje implementeert op zijn site. En jullie houden 30%, correct? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Waar kunnen we het zien hoe het werkt? Want nou, wat wel leuk is, we hebben een verzamelingetje gemaakt op discover.sendanga.net. Ik ga gelijk even kijken. Discover.sendanga. Wat zei je? .net, ja. Oeps, en, dus, oh, ik diep verkeerd. Tot school van staat er. Nee, geen particulier. Dat weet jij wel, hoor. Praat jullie maar even verder. Ja. Ja. Hey, ik neem aan dat hier een aantal van de sites op staan die je mij ook gemaild hebt. Maar daar gaat Stefan nu eventjes naar kijken. Beauty, ja, fashion. Laat maar even zien, hè, Peter. Ja, en als we nou bijvoorbeeld even naar health gaan, bijvoorbeeld. Ja, health and food. Ja. Ja. Nou, dan gaan we eventjes helemaal naar beneden. Ja, dit zijn een aantal shoppers die in de categorie vallen. En je pakt die review van 100% suikervrij. Deze? Ja. Bekijk de blog. Ja. Nou, dan kom je op I Love Health. Een, ja, blog over gezondheid. Ja, en daar is een review geschreven over het boek. Nou, dan, ja, scroll je iets naar onderen. Ja. Dan heb je, ja, het artikel gelezen en daar staat hij. Kun je gelijk het boek aanschaffen? De shoplet, als je op het boek klikt. Ja, dan ga ik die kopen. Dan zeg je oké, okay, dan blijf je in de site. Ja. Je gaat dus niet naar bol.com. Nee, en hier krijg je gelijk de checkout van Bol. Ja, dus dit is eigenlijk een soort embeddable winkeltje van Bol, wat jullie faciliteren met, ja, jullie technologie. Dat, klopt, is wat je doet. Ja, en dit is dan specifiek in het geval van Bol. Maar bijvoorbeeld bij Magento, ja, dan laden we een eigen ontworpen checkout in. Die dus er gewoon netjes onderuit schuift. Ja. En voor allerlei andere systemen doen we dat dan ook. Ja. En nou ja, je kan dan op de gebruikelijke betaalmanieren gewoon afrekenen. Ja, je zit eigenlijk gewoon in de betaalstraat van bol.com. Precies. Dus op het moment dat ik heb daar een account, ik log in, het is klik, 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 kopen, klaar. Precies. Ja. Oké. Okay. Nu zei je net ook nog iets wat mij wel intrigeerde. Je zei, je kunt ook dit in een banner stoppen. Nou ja, dit is eigenlijk een soort van banner. Hè? Dus, ja, oké. Okay. Dus, er zijn verschillende, maar er zijn verschillende uitingen. Er, ja, zijn verschillende, ja, vormen, sterker, zeg maar, waar je het kan. Ja, sterker, ja, nog, dit is dan bijvoorbeeld een. We hebben ook een WordPress-plugin, uiteraard. Dus je schrijft een post, je zegt add a shoplet to this post. Klik en in WordPress doe je een zoekopdracht. Je klikt de producten bij elkaar, je drukt op publish, ja, en je shop staat live. Ja. Dus echt binnen een minuut. Ja. Maar je kan je ook voorstellen dat je een complete webshop wil hebben. Dus niet gewoon zo'n kleine shop, maar ook een grotere shop. Ja. Dat zijn de volgende releases die we doen, waar je eigenlijk een volledige webshop, waar je eigen categorieën hebt. En per categorie kun je zelf de producten eraan toevoegen van meerdere webshops die bij ons aangesloten zijn. Ja, en die kunnen de mensen dan bij jou op de website afrekenen. Dus, Annelies is een van de bloggers, blogsters die gebruik maakt van jullie dienst. Ze zegt, gaat meteen lekker technische diepte in, jongens. Wil je weten hoe het werkt op een blog praktisch? Ask me. Nou ja, vertel ons, hoe werkt het? Of welke vragen heb jij en wat kan er beter? Annelies Verhelst, oftewel @Annelies, dan nemen we dat mee. Hey, je hebt nu de eerste ervaringen. Ja. Kunnen de gebruikers, en misschien kan Annelies daar ook iets over vertellen, verkopen ze meer? Is het publiek blijer met een relevante winkel dan met een willekeurige winkel? Weet je er al wat van? Kun je dat iets over zeggen? Het is nogal een heel kort dag. En ik vind ook de cijfers, die zijn nog wat summier. Als ik nu uitga van de conversiecijfers, nou, dan merken we dat de interactie gigantisch is. Die ligt tussen de 15% en 35% van de bezoekers die dus iets doet met die shoplet. Nou, dus misschien nieuwsgierigheid. Dus van de lezers bedoel je? Ja, van de mensen die op een pagina komen? Ja, ja. Het gaat echt dat je denkt van, hoe zit dit? En een verkoopconversie die ligt tussen de zeg maar 4 en 8 verkopen op zo'n 1000 bezoekers tot nu toe. Dus alleen ik vind eigenlijk dat we te weinig cijfers hebben om daar nog echt een definitieve uitspraak over te kunnen doen. Wat we wel merken is dat met name in de mode, fashion, dat daar echt, daar wordt ongelooflijk veel geblogd. En daar is de interactie echt het hoogst momenteel. En dus, ligt het aan het publiek of ligt dat aan het feit dat inhoud en
en zeg maar product zo dicht op elkaar liggen? Nou, dat is een combinatie van factoren. Aan de ene kant heb je het publiek, maar ook het product natuurlijk. Je hebt de content en de beleving van het product. Kijk, als je een review schrijft over een wasmachine, ja, dat is bij uitstek een product wat je gaat vergelijken. En waar je voor een paar tientjes misschien wel naar een andere webwinkel gaat. Daar heb je kieskeurig en beslist en dat soort websites eenmaal voor. Maar als je het hebt over belevings- of impuls aankopen. Nou, een boek kan dat zijn, maar kleding zeker. Beauty, kinderproducten, babyproducten. Ja, dat is wel een andere koek. En daar merk je dat de interactie dan ook het hoogst is. En, maar ja, ga je een televisie in zo'n mini-webshopje kopen? Ja, dat is maar zeer de vraag. Daar wil je ook even de tijd voor nemen. Dus dat zal je dan misschien meer... Misschien in het weekend dat je eventjes wat dingen gaat vergelijken. Tenzij ik misschien een naam kan opbouwen. Maar dan moeten jullie wel even een koppeling hebben met al die winkels natuurlijk. Ja. Tenzij ik een naam kan opbouwen dat ik en goede recensies schrijf. En voor jou de beste prijs En daar willen we natuurlijk wel naartoe. Maar dat is gewoon de road ahead. Een enorm risico lijkt me. Kijk, jullie gaan nu tussen... de bestaande webshops zitten die allemaal productfeeds hebben en die jullie leveren. En de bloggers en de site-eigenaren die op een makkelijke manier dat willen implementeren. Ja. Waarom zouden partijen als Bol.com of Amazon niet zelf die widgets gaan bieden? Waarom zouden ze jullie tolereren? Nou, omdat ze graag hun omzet zien verhogen. Dus de webshops waar we mee samenwerken zien ons als een additioneel verkoopkanaal. Ja, dat snap ik. Maar waarom zouden ze niet zelf die dingen leveren, die technologie, wat die niet heel ingewikkeld is, denk ik, aan de bloggers? Oh, nou, het is behoorlijk onder water gebeurt er wel degelijk veel. Omdat je dus niet alleen je product feed out hebt, maar je hebt ook je orders weer in. Ja. Plus je wil natuurlijk ook je bloggersnetwerk managen. Hè, dus er zit een compleet management systeem bij. Waarin je dus, wij hebben dus allemaal bloggers die bij ons aansluiten. En op het moment dat een blogger zegt van hey, tegen webshop X, ik wil graag je producten verkopen. Ja, dan kan die webshop kiezen, ik wil dat wel of niet. En je hebt dus dan gelijk een overzicht van alle bloggers die daarbij aangesloten zijn. En dus maar waarom zou Bol.com, even als voorbeeld, niet willen dat iemand hun producten op een site gaat verkopen? Waarom ze dat niet zouden willen? Ja. Dat willen ze. Ja, maar je zegt, dan kan de eigenaar kiezen of ze het wel of niet willen. Nou ja, er zijn misschien ook websites waar je je merk niet aan wilt verbinden. Dus je wilt ook zicht hebben op welke content verkoopt nou je product, bijvoorbeeld. Ja. Maar nou, zie je dat risico? Nou, ik zie eigenlijk niet... Wat ik net zei, hè? Dat Bol.com zelf gewoon widgets op de site gaat aanbieden met knip- en plakcode in je plugin voor WordPress, noem maar op. Dat doen ze ook. Ja. Dus zij bieden ook een heel scala aan mogelijkheden maar voor... Maar wat is dan exact jullie toegevoegde waarde? Nou, wij doen het voor alle webshops. Ja. Dus voor Bol, hè, die kun je je voorstellen, die hebben een behoorlijk budget... om de mensen en de technologie in huis te halen om dit te kunnen doen. Amazon doet dat ook. Zalando, et cetera. Ja. Ja. Maar dat zijn de megastores, om het zo maar te zeggen. Maar je wilt juist ook die niche winkels hebben. Een veel groter aanbod hebben dan alleen die grote winkels. Zodat je beter kan concurreren. Die webwinkels, die willen ook relaties opbouwen met de bloggers en met de consument. Nou, en dat kan op deze manier. Dus wij hebben ook natuurlijk gesproken met Bol. En die zeggen van wij willen heel graag samenwerken. Maar ja, dat betekent dus ook dat alle andere partijen dat ook met ons kunnen doen. Ja, en dat is gewoon fact of life, zeg maar. Ja. Dat is het doel. Je zei eerder al van de blogger of de site die met jullie tool werkt. Pakt 70% van het gedeelte wat je van de omzet krijgt die je levert aan bijvoorbeeld Bol. Ja. Jullie 30%. Dus jullie krijgen zeg maar een klein stukje van een klein stukje. Ja. Jullie hebben uitgerekend hoeveel mensen je wel niet nodig hebt om zeg maar een succesvol bedrijf te zijn. Dus je moet heel groot worden. Ja, dit is wel een volume business, dat klopt. Ja, dus je hebt een vrij lange adem nodig, maar dat is helemaal niet zo heel erg. Dit jaar zijn we heel erg gefocust op Nederland,
om het model goed te krijgen, om de shoplets, de winkels op goed niveau te krijgen, dat de interactie optimaal is, dat de manier van betalen optimaal is, dat het productaanbod groeit. We zijn nu allerlei partijen aan het aansluiten. En dat we ook leren van hoe vindt die consument dit nu eigenlijk? En daarna volgt de wereld. En daarna volgen andere talen, meer systemen. Er zijn allerlei grote, prachtige e-commerce systemen die we ook graag ontsluiten. En daar zijn we ook mee bezig. Maar je kan niet alles tegelijkertijd doen. En daarin zijn we nu heel erg gefocust op Nederland. En daarna ook andere talen en landen. We zijn al beschikbaar in Nederlands en Engels. Nou, we voegen daar natuurlijk dolgraag Duitsland aan toe. Ja. Maar dat eerst... First things first is Nederland. Dat lijkt me een goed idee. Even de site van Annelies. Allebei zijn van haar, denk ik. Into Gadgets is ook van Annelies, denk ik. Ja. Ik weet niet of op deze pagina er eentje staat. Je zal eerst een blog in moeten, denk ik. Maar is de rechterkant ook van jullie? Hier staan al... Nee, dat is van Bol zelf. Dat is gewoon van Bol zelf. Okay. Ja. Maar misschien heeft ze wel een linkje voor je. Dit gaat over een boek. Anders moet je misschien even... Misschien dat Into Gadgets, dat die ook van haar is... Wat het misschien meer standaard is dat er... Ja, anders kun je via discover.sananga.nl... Ja, waar je net was, weet je wel? Daar kun je hem sowieso vinden. Ja, Into Gadgets had je daar? Naast die waar je net was? Hey, wat heb jij tot nu toe van je gebruikers geleerd? Hoe hebben je gebruikers zoals Annelies en anderen Sananga al beter gemaakt? Nou, Annelies is al geruime tijd betrokken als gebruiker van het eerste uur. Gewoon goede feedback over hoe je een shoplet wilt bouwen. En ook hoe je gebruik wilt maken van statistieken. Ook hoe je producten graag wilt presenteren. Productaanbod ook. Dus we hebben ook bloggers gehad die zeiden van... wij willen heel graag met jullie werken... maar jullie hebben deze producten nog niet in huis. Ja. Dat is natuurlijk prachtig. Want dan kan ik vervolgens naar een webwinkel stappen... en zeggen ik heb bloggers die willen graag jullie spullen verkopen. 1-1 is 2 wat dat betreft. Even kijken, ze zei verder net nog over de voordelen. Vooral praktisch... tegenover affiliate, mag ze niet zeggen van jou. Veel sneller zoeken en aan een bezoeker tonen, dat is wat gemak is. En inderdaad is een verschil in productsoort. Boeken, cadeaus doen het prachtig, merkt zij. En Gadgets, de site die ze ook heeft, is lastig, want het is een langer keuzeproces. Dus, ja. Dus dat geleerd hebben. Hè? En ik wil nu eindelijk eens een site gaan maken waar ik geld mee verdien. En jij gaat mij daarbij helpen. Welke onderwerpen raad jij me aan om me op te gaan richten? Nou, gewoon. Mode is echt booming momenteel. Okay, maar ik weet niet of jou. Maar mode. Kijk, ik denk nou, dat muziek. FMT, mode. Muziek doet het ook goed, hè? Dus vinyl vindt een enorme revival. Maar heb jij winkels waar vinyl in zit? Nog niet, maar daar zijn we nu mee bezig. Ja. En daar verwacht ik wel veel van, moet ik eerlijk zeggen. Want dat is nou juist iets. Ja, oké, vinyl kopen eigenlijk uit zo'n bak is natuurlijk ook wel geweldig. Ja. Maar ik ben heel benieuwd of zeg maar, ik moet steeds denken aan die stand op het concert waar je geweest bent. Waar je t-shirts en cd en vinyl kan kopen. Ja. Ja, dat is eigenlijk Sananga in het echt. Daar is het relevant en daar zit die beleving er nog in. En daar wil je het kopen. Je hebt het net ervaren hoe het is. Je denkt van dat wil ik meenemen naar huis. En dat, alles wat in jouw beleving daarin valt. We zijn net bezig met een enorme kite-blog. Daar komen allemaal producten van met kiting eronder. Ik denk dat dat ook wel goed kan werken. Ik denk dat een hele brede breed scala aan onderwerpen goed kan werken. Overal worden wel boeken over geschreven. Ja? Ik denk vooral dat het belangrijk is dat je een community hebt. Die het leuk vindt wat jij schrijft. En die ook wel eens het leuk vindt om daarop te reageren. Mm-hmm. Dat je daar een binding mee hebt als blogger of als publisher, zeg maar. En dat je daar
ja, dat ze het ook leuk vinden om iets bij je te kopen. En, in die zin hopen we wel dat, een beetje, dat we de gunfactor op het internet een beetje kunnen vinden. Ja. Zeg maar. Ik heb ooit één keer best wel veel geld verdiend aan een blogpost met affiliate links naar management. Oh ja? Naar management boek.nl. Mm-hmm. Toen ik het boek Handel Community schreef, heb ik alle mensen die ik geïnterviewd heb, heb ik gevraagd wat zijn nou de drie boeken die, die mensen zouden moeten lezen. Daar heb ik één blogpost van gemaakt. En kennelijk scoorde die ook toevallig wijze goed bij de Google-achtige dev. Heb ik een paar duizend euro met één blogpost verdiend. Zo. Ja. Zegt, dus toen dacht ik wel, dat moet ik meer doen. Maar dat kan ik nu alsnog gaan doen. Hey, maar inderdaad, maar de andere kant voor jou wordt waarschijnlijk, als je al die winkeltjes eraan koppelt, wordt het voor mij als gebruiker ook weer lastiger. Want dan wordt het ook weer, kijk weer een veelheidsprobleem. Op zich is het voordeel van alleen Bol. Mm-hmm. Dat ik alleen een Bol zoek, zeg maar. Ja. Hoe zie je dat voor je? Nou, ik denk dat wat wij doen is, wij maken het voor jou heel makkelijk om de juiste winkels te vinden die bij jouw onderwerpen passen. Dus ik kan een soort favoriete winkels kan ik zeggen. En ik denk ook niet dat je met 100 winkels een deal hebt. Maar ik denk dat je een aantal winkels hebt die als een soort van preferred supplier naar jouw publiek openstelt. En voor wie dat niet weet, als ik een blog heb en ik schrijf over literatuur bijvoorbeeld en ik verkoop boeken via mijn blog, wat krijg ik dan in de praktijk van één boek dat ik verkoop? Nou, stel dat het boek is 20 euro. Nou, dan krijg je bijvoorbeeld 8%. Nou, dat is 1,60 euro. Ja. Ja. En dan hou je daar 70% van over. Ja. Ja, dus dat zijn geen gigabedragen. Maar als je dat Keer veel. Als je de trillig is van Vrij Nederland van vroeger zou maken, dan kan dat, substantieel. Ik heb nog een aardig voorbeeld, Peter. Misschien kun je mijn computer even laten zien. Dit is dat Into Gadgets, waar we het net over hadden, van Anneliesje. Die heeft hier in januari een stuk geschreven over de top 5 audiotrends voor 2014, volgens Denon. Schrijft daar een stuk en heeft hieronder dus die embedded shop van jullie staan, waarbij ja, je gelijk een koptelefoon kan kopen of een ander artikel wat ze besproken heeft. En als ik hier klik, dan ga je gewoon gelijk naar de Hi-Fi Corner, die jullie dus ook aangesloten hebben. Ja. Waar je echt embedded binnen de site van Anneliesje dus gewoon gelijk kan kopen en betalen. Ja. En mooi is ook, je ziet er ook het voordeel dat het voorbeeld dat zij het verschillende winkels heeft gekozen. Want dit was inderdaad die Hi-Fi Corner, maar terwijl rechts die andere is bol.com. Ja. Dus dan zit je in één keer in het winkelwagentje van bol.com. Ja. Ja. Nou, en je kan ook, als je gewoon op het product zelf klikt, dan zie je meer informatie uit de producten database staan, zeg maar. Ja. Wat is je ambitie hiermee? Wat wil je ermee bereiken? Wanneer ben je tevreden? Ik ben tevreden als er zijn heel veel spin-off mogelijkheden. Dus ik denk dat dit een bedrijf is wat heel, heel veel mogelijkheden heeft tot doorgroeien. Maar voor nu is gewoon de eerste, het eerste doel om gewoon echt in Nederland dit draaiende te krijgen. En dat het gewoon normaal wordt dat je niet uit de site gaat om een product te kunnen kopen. Ja. Dat gewoon iets is waarvan je niet denkt van, oh, wat gebeurt er nu? Ik blijf hier. Ik verwacht dat ik wegga. Want dat is eigenlijk een fout van het internet. En als je dat iets breder trekt, geldt dat natuurlijk voor heel veel dingen. Natuurlijk, kijk, ook reizen. Ook concertkaartjes. Ja. Of weet ik wat. Als ik bij Paradiso op de site het programma zit door te nemen en ik denk, hé, daar wil ik heen. Dan staat er achter tickets en dan klik ik erop. Dan ga ik naar Ticketmaster. Ja. Dat betekent dat die jongens hebben dus niet zo'n widget of een frame. Precies. Wat Paradiso kan embedden in de site om dit mogelijk te maken. Ja, of sterker nog, dat ik ergens anders dan op de Paradiso-website kaarten voor Paradiso kan kopen. Ja. Dat ik dus schrijf over, hey, die band komt in Nederland. Kijk, het is twee nummers van SoundCloud. En daaronder de widget. Ja. De zie je in dit soort sectoren ook toepassingen voor jullie product? Ja, en we zijn ook met reizen bezig. Allerlei type producten die je wilt aanschaffen. Het gaat erom van wanneer wil je met het product interacteren. En op die plek moet je aanwezig zijn. En daar moet je ook on the spot zaken kunnen doen. Gewoon boter bij de vis. Ja. En technologisch zien kan het allemaal. Ja, hey, nu is
Als ik een presentatie geef, dan zeg ik altijd dat de desktop en de browser heel snel on its way out is. En dat mensen nog wel op hun werk af en toe een beetje op de computer zitten. Maar verder is het mobiel, 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 mobiel. Ja. Werkt jullie oplossing op de mobiel? Ja, dat is wel een enorme uitdaging. Ook het aankopen antwoord op is nee. Maar het werkt. Het staat op de roadmap. Het werkt, maar het werkt nog niet zoals we dat willen. Okay. Waarom ben je niet met mobiel begonnen? We zijn in de ontwerpen wel met mobiel begonnen. Maar het blijkt dat je ook in de techniek niet altijd vanuit je mobiel kan werken. We staan echt op het punt om dat wel door te kunnen voeren. Maar dat heeft wel wat uitdagingen hebben we daarmee geslecht. Ja, waarom is dat zo ingewikkeld? Omdat je... Doe maar eens een aankoop met Ideal op je mobiel in zo'n shoplet. Nou, dan explodeert ongeveer die site. Dat wil je gewoon helemaal goed hebben. Ik wou dat we het al hadden, omdat wij wel heel veel mobiele traffic zien. We zien echt op de meeste blogs gewoon voor de helft mobiele traffic. Ja. Maar daar zit voor jullie dus echt wel een hele belangrijke stap die je nog moet zetten. Ja, die zetten we op dit moment en dat verwacht ik binnen enkele weken gewoon dat het werkt. Stekelijk, ik heb een onderwerp overigens. Mede dankzij Johan Schaap, maar Barend Treep is er mee eens. Dat ik een Fred Perry blog ga beginnen. Dus dan ga ik simpelweg foto's van de specials met Fred Perry creëren. Damon Albarn van Blur met Fred Perry creëren. En daaronder gewoon steeds. Ik doe alleen foto's met shop. Ik vind eigenlijk sowieso, doordat jij dit draagt, dat ze jou al gewoon geld moeten geven. Ja, dat ook. Maar ja, Paul doet het ook al niet. Fred Perry doet het ook al niet. Kansloze operatie, merk ik al. Leuk idee trouwens. Ja, daarom. Dus als jij wil voor zorgen dat ik bij een Fred Perry shop uit kan komen. Nou, wat we ook nog kunnen doen, waar we ook mee bezig zijn, zijn de branded shoplets. Dus dat betekent dat Fred Perry eigenlijk jouw shoplets kan sponsoren. Dat je dus een soort van skin krijgt. Dat je dus andere producten kan verkopen. Bijvoorbeeld een boek. Ja. Maar wel in een shoplet die gesponsord is door Fred Perry. Ja, even een vraag van Maarten Koster. Die zegt, hoe hebben jullie de aansprakelijkheid van de blogger beperkt die nu opeens verkoper wordt? Nee, die blogger wordt geen verkoper, dat is het mooie. Bol verkoopt het product. Je koopt het product bij Bol. Dus eigenlijk zegt de blogger alleen, als je het product wil kopen, dan kan het ook hier. Ja, is dat 100% juridisch afgedicht? Heb je dat laten checken? Wij hebben dat laten checken. Okay. Dus de blogger loopt geen enkel risico? Nee. Er is nooit iemand kan zeggen, ik ben op jouw site, daar klik ik op een knop kopen, dus jij hebt mij iets verkocht. Nee, want je koopt, je zegt alleen, ik wil het graag bestellen. Vervolgens kom je in de checkout van Bol terecht. Ja. En daar druk je op, ik wil het kopen. En je betaalt ook aan Bol. Dus dat is echt altijd zonneklaar met wie je zaken doet. Je betaalt ook nooit aan een blog. Wij zitten er ook niet tussen. Dus dat is ook waarom we dat zo op die manier doen. Kijk, het makkelijkste was geweest als ik er zelf tussen was gaan zitten. Maar dan ben ik aansprakelijk. En wij willen juist gewoon iedereen in de goede positie houden. Mm-hmm. En dus je doet altijd gewoon rechtstreeks zaken met... Oké, helder. Wat voor eCPM wil je halen voor bloggers? Vraagt Stefan van Kerk. En voor wie dat niet weet? En leg even uit wat het is. eCPM bedoelt hij gewoon de per 1000 bezoekers, hoeveel je... Ja, de conversie per 1000. Wat wil je halen? Wat dacht je haalbaar? Nou, ik vind het heel te vroeg om daar uitspraken over te doen. Ik wil gewoon beter presteren dan de banners, punt. Want dan ben je concurrerend. En ik denk dat relevantie de sleutel is om dat ook te kunnen gaan doen. En de blogger en ook alle andere publishers die nu hun centen verdienen en dat ook misschien wel zien afnemen met de banners, die beseffen zich steeds meer dat die relevantie een rol speelt in de toegevoegde waarde die je levert. En uiteindelijk verdien je aan de toegevoegde waarde die je levert. Dus als je toegevoegde waarde gaat stoppen in die uitingen die commercieel zijn, waar je geld aan verdient, waarom zou je daar niet een beetje meer relevantie in stoppen? Waardoor je dus ook uiteindelijk met elkaar kan werken aan een beter resultaat en een hogere CPM.
die je dan verdient. Stefan Verkerk, nu werkzaam bij WeTransfer, in het verleden werkzaam bij Sanoma. Die zegt grote affiliates à la Fashion Chick. Ik zeg dat dan, volgens mij is Fashion Chick een Sanoma-titel, dacht ik. Die doen het zelf met product fees. En grote shops doen het zelf. En bijvoorbeeld zoals bij deel van Analyse met een bol widget. zijn vraag is natuurlijk, dus waarom zou je het eigenlijk met jullie doen? En mijn vraag daaraan vult is, of is jouw idee dat er eigenlijk onder die dat je het eigenlijk van de longtail de massa van hele kleintjes moet hebben? Nou, we werken zowel met blog van Sanoma. Het is voor groot en klein, dat maakt eigenlijk niet uit. Geen enkele oplossing, ook niet Fashion Chick, ook niet Fashionista, biedt een checkout op die plek. En dat is het. Dat is het grote verschil. De rest is allemaal gewoon een advertentie. Allemaal gericht op mensen van plek A naar het winkeltje brengen. En dat is eigenlijk gewoon de oude locatiegedachte in retail. Van ik moet mensen in mijn winkel krijgen. Ja, en toch kom ik er nog één keer op terug. Omdat ik er steeds meer in mijn hoofd zit. En dan hou ik er daarna mee op. Waarom, als ik een boek op mijn blog zou willen aanprijzen, moet ik nou jullie widget nemen? Dan moet ik 30% afstaan van mijn vergoeding die ik van Bol krijg. Waarom zou ik niet de Bol widget op mijn site zetten? In het geval van Bol, specifiek omdat je bij ons dus op de website blijft terwijl je de aankoop doet. Maar in die Bol widget zit dat ook? Nee. Nee? Nee. Maar dat komt natuurlijk op een gegeven moment wel. Dat kan. Maar dan heb je het alleen over Bol. En wij bieden dus een heel breed scala aan webwinkels. Overigens, alle partijen die in affiliate sferen zitten of in netwerk of in advertentienetwerk sferen zitten, die houden ook een percentage binnen wat vaak hoger is dan wat wij doen. Mm-hmm. Plus het feit, en dat is ook nog een heel belangrijk punt, die werken allemaal met cookies en tracking en dergelijke. Dat doen wij niet. En wij werken transparant. En wij werken direct op de e-commerce systemen. Dus je weet gewoon 100% zeker wie, welk blog en welk artikel heeft dat product verkocht. Okay, en dat mobiel, levert ook bruikbare data op. Mobiel hebben we het al over gehad. En dan de mensen die massaal een adblockers hebben geactiveerd in de browser. Ja, dat heb je. En wij moeten kijken hoe we daar nu en in de toekomst wat mee kunnen doen. Ja nog geen, daar heb je ook geen oplossing voor natuurlijk. Nee, ik weet niet. Wij focussen nu niet op dat segment te overtuigen. Of tenminste, de percentage dat wat die adblockers dan aan heeft staan. Ja, laat dat nu even van het is. Hè. We zijn een start-up. We zijn nu een jaar bezig, iets langer dan een jaar bezig met de ontwikkeling. En als start-up is het gewoon heel belangrijk om te focussen vanuit de dingen die goed werken. Ja, en om daarop voort te bouwen. Ja, komen we over een jaar gaan we het weer vragen. Heb je nog wat tijd voor bitcoins? Nu zo druk hiermee bent? Die bitcoins die blijven wel staan. Dus, maar we hebben natuurlijk, ik heb onlangs ICE gelanceerd, onder andere samen met Raimo van der Klein. En daar hebben we een Google Glass applicatie ontwikkeld waarmee je kan betalen, bitcoin betalingen kan doen. Ja. Twee keer knikken en je hebt betaald. Dus je zegt oké, Glass, make a payment. En dan kijk je naar de rekening en je scant hem en je betaalt. Dat hebben we ook nog. Ja. Maar dit heeft natuurlijk Dit heeft jouw focus? Ja, absoluut. Okay. Ja. Ja. Nou, ik vind het interessant. We gaan volgen. Absoluut. Ja, hartstikke bedankt. En jij aan de gang, hè, met die Fred Perry De Fred Perry blog, ja. Ik ga alleen voor foto's en shop. Ja. Ik doe boven in de shop. Ja. En daaronder een foto. Dat lijkt mij volgens mij het beste concept. Eerst kopen, dan kijken. Okay. Heel ontzettend bedankt, man. Ja. Jullie bedankt voor het kijken. Streamzilla, bedankt voor het mogelijk maken van de stream, de livestream. En je weet het, 3 jaar lang aan interviews kun je terugvinden via onze site fastmovingtargets.nl en via ons YouTube-kanaal. En echt doe dat, hè, want er staan heel veel leuke uitzendingen die nog steeds heel erg actueel zijn. Want de onderwerpen zijn best vaak behoorlijk tijdloos die we doen. Volgende week dinsdag zijn we er weer. Dankjewel. Dag.